Gelukkig zijn er in ons land meer instanties gekomen die hulp geven aan slachtoffers. Maar de stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving wilde daar iets aan toevoegen. Onderzoek hoe het komt dat mensen slachtoffer worden van misdrijven of van ongelukken. Dit onderzoek is een van de manieren waarop we dat hebben geprobeerd. Jonge mensen die in contact komen met criminele milieus, die in groepen terechtkomen waar overlast wordt gegeven. Soms is dat van kwaad tot erger. En er zijn mogelijkheden om dat te voorkomen. Dat na te gaan, daarvoor mogelijkheden aan te reiken, dat is wat we met dit onderzoek wilden bereiken. Radar is in 2005 begonnen met het volgen van een grote groep kinderen die aan het begin van hun puberteit stonden. Aan het onderzoek hebben 500 gezinnen meegedaan. De helft van die gezinnen had kinderen met een hoog risico op criminaliteit. De andere helft van die gezinnen had kinderen met een laag risico op criminaliteit. Dat gaf ons de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen kinderen die wel en geen crimineel gedrag ontwikkelen later. We hebben die kinderen gevolgd vanaf leeftijd 13. Een bijzonder kenmerk van het onderzoek is dat we de hele directe sociale omgeving van de kinderen hebben meegenomen. We hebben niet alleen de moeder ondervraagd, maar ook de vader en een broertje of een zusje en daarnaast ook nog de beste vriend. Voor het onderzoek worden regelmatig vragenlijsten afgenomen. Er is DNA verzameld, er zijn hormoonwaardes gemeten en er zijn videoopnames gemaakt bij de gezinnen thuis. Allemaal om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de omgeving waarin de kinderen opgroeien en het effect daarvan op hun ontwikkeling. Nou, hier zien we een ander filmpje en je ziet dat deze moeder eigenlijk heel strikt vasthoudt aan de regels. Dit meisje wil graag wat later thuiskomen, maar moeder zegt nee, 12 uur is de grens. En dan geeft ze aan, ja, maar als ik om 12 uur thuis moet komen, dan moet ik alleen fietsen. En dat is natuurlijk een heel valide argument. En je ziet dat zij wegdraait en de communicatie eigenlijk afsluit. Ja, dan stopt het, hè? Ja. Het radaronderzoek loopt nu 10 jaar. De kinderen zijn begin 20 en krijgen nu zelf kinderen. Het onderzoek heeft veel verschillende inzichten over slachtoffers opgeleverd. Er bleken bijvoorbeeld 2 typen slachtoffers te bestaan. De kinderen die zelf in de criminaliteit belanden, zijn vaak kinderen die al wat moeilijk waren. En het typische daarvan is dat als ze in een moeilijke thuiscontext zitten, ze niet de zorg krijgen of de ondersteuning die ze eigenlijk nodig hebben. Hun gedrag roept eigenlijk op dat ouders heel streng reageren. Dat ze tegelijkertijd als dat niet helpt, het een beetje dreigen op te geven. En die jongere die komt dan alleen te staan. En wat hij doet is zich associëren met jongeren met eenzelfde problematiek. Dat zorgt dat ze eigenlijk verder afglijden naar een omgeving die hun niet meer controleert. Ja, die tweede groep slachtoffers, dat zijn jonge mensen met een toch een bepaald soort persoonlijkheid. Het zijn jonge mensen die vaak sociaal angstig zijn, teruggetrokken zijn en verlegen zijn. We zien dus dat die jongeren vaak worden uitgekozen om gepakt te worden door hun leeftijdsgenoten. Maar tegelijkertijd is het feit dat we dit gevonden hebben, geeft ook een handvat voor die kinderen om er iets aan te doen. Ze moeten gewoon sociaal weerbaarder worden. En daar zijn allerlei soorten trainingen voor. Dit soort risico-onderzoek is echt heel belangrijk. Want door een goed beeld te krijgen van het risico op de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit, krijg je ook zicht op aanknopingspunten voor bijvoorbeeld preventie of voor ingrijpen. Bijvoorbeeld leerkrachten in scholen, zorgadviesteams, maar ook andere hulpverleners hebben ontzettend veel aan de informatie over wie loopt een risico en wie niet. En door die kennis dragen we enorm bij aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit.